Wij hebben daarnet een vergadering belegd waarbij de ALV zich heeft uitgesproken over het principeakkoord dat bereikt is geworden met de regering. En het resultaat is dat de leden dit principeakkoord hebben afgewezen. Ik wil benadrukken dat de leraren van oordeel zijn dat ze in de afgelopen periode en tot op dit moment zich achtergesteld voelen. En dat in de afgelopen periode we structureel ondergewaardeerd zijn. En dat ze van mening zijn dat er daarin verandering moet komen. En dat ze bereid zijn in deze tot het uiterste te gaan. Wat wij dus de komende periode gaan doen, we blijven in actie. En dat betekent dat wij dat actiemodel dat we tot nu toe hebben gehanteerd, dat wordt voortgezet. Dus dat betekent, morgen zullen de leraren niet naar het werk gaan. Ik wil even aanhalen dat op zondag ik ook werd gebeld door de heer Valies met de mededeling. Er is geen principeakkoord meer. We gaan staken. Dat is wat de heer Valies mij heeft medegedeeld. Ik wil het even aanhalen dat hij me dat een dag van tevoren mededeelt. Totdat hij in feite heeft gezegd dat hij de ALV moet beslissen. Dus hij heeft een eigen oordeel al genomen om te zeggen, het principeakkoord is overboord, ze gaan door met staken. Hij heeft me niet eens gevraagd van hoe dat ding is uitgelegd, toch? Want ik weet alvast dat het niet van mijn kant uit is. Dus ik weet ook niet hoe zaken in media komen. En soms zijn jullie slimmer dan ons om de zaken te ontdekken. Toch? Dus ik heb mijn gewoon strikt zakelijk opgesteld. En wat ik aan de gemeenschap wil mededelen. Dat er op dit moment voor mij als minister één zank overeind staat. Er is een overeenkomst. Het is goed om voor de duidelijkheid aan te geven wat de plaats is van een principeakkoord. Het principeakkoord geeft aan waarover beide partijen, waarover beide partijen eens zijn. En met die verstande dat wij als bestuur dat eerst zullen moeten voorleggen aan de ALV voor bekrachtiging. Dus het laatste woord ligt steeds bij de ALV. Dat hebben we gedaan. En de ALV is tot de slotsom gekomen dat het principeakkoord zoals daar is geformuleerd, dat het voor hun niet acceptabel is. In mijn optiek is er een getekend overeenkomst hier met duidelijke handtekening. En er is een overeenkomst. Wat de mening is van meneer Valies, ik kan helaas niet in zijn hersenen kijken. Toch? Ik heb een mededeling gehad zondag dat die overeenkomst niet valide is volgens hem. Hij heeft gezegd, er is geen principe overeenkomst. Maar ook die overeenkomst praat niet eens over een principe overeenkomst. Die overeenkomst zegt gewoon in principe overeengekomen. Dus in mijn ogen juridisch is het een overeenkomst. Hierbij doe ik een oproep aan alle directeuren, aan alle leerkrachten, om conform hun lesrooster morgen aan te melden op de scholen. In mijn optiek er is een overeenkomst en de scholen zijn open. Ik ben op de dag van heden, het is nu 2:30, heb ik geen schrijven gehad van de Bond van Leraren, waarin er is gesteld wat hun standpunt is. Dus ik ga tot vandaag nog vanuit dat de overeenkomst recht overeind staat en dat in mijn optiek, de staking in mijn optiek is opgeheven en dat de scholen morgen zijn opengesteld. Hoe lang gaat die actie nog door? Ik kan op dit moment geen uitspraak over doen. Nogmaals, de leraren zeggen dat er een oplossing moet komen alvorens ze weer naar het werk gaan. De BVL is niet gerechtig een uitspraak te doen over wel of niet draaien van scholen.
Het is niet hun competentie. Die autoriteit die zit om een school te sluiten of een school draaiend te houden, ligt bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Daar is de BVL buiten haar boekje gegaan. We hebben in de afgelopen periode duidelijk gemaakt dat het fout gaat in ons onderwijs. Dat die regering op een andere manier moet omgaan met ons onderwijs. Onderwijs moet prioriteitsgebied nummer 1 zijn, ongeacht de financiële economische situatie. Maar er wordt niet geluisterd naar ons. En pas wanneer dat onderwijs in elkaar stort, dan pas aan men luisteren. En we hopen dat die samenleving naast de leraren zal moeten staan om dat af te dwingen van de regering. Want zij willen allemaal goed onderwijs. En als wij kabaal maken en de samenleving blijft passief en kijkt toe, dan zijn ze ook debet aan de situatie wanneer straks dat heel onderwijs in elkaar stort. Dus vanuit deze plaats wil ik een ernstig beroep doen op die samenleving om samen met de Bond van Leraren die overheid tot andere gedachten te brengen en voor nog meer te gaan investeren in ons onderwijs. En ook dat die miskenning naar deze speciale groep, dat er nu een eind aan komt. Morgen is de school geopend. U meldt aan volgens uw lesrooster. En uiteindelijk wil ik u aangeven dat de lessen genormaliseerd zullen worden. De inhaalrepetities, de repetities, de schoolonderzoeken zullen na evaluatie van de VOS-directeuren eventueel verschoven worden. Ik doe hierbij een oproep aan u allen dat morgen de scholen geopend zijn. Ik dank u.